heel druk weekend voor de boeg. We gaan nu naar oma. Ja, we gaan nu naar oma. We gaan logeren bij oma. Verjaardag op hand. Zaterdag gaan we weer bij vrienden in Beverwijk logeren. En daarna gaan we weer bij oma logeren. En dan gaan we de Pasen vieren bij mijn zusje. Nou ja. Heel veel gezellige dingetjes die op de planning staan. Die serieuze blik. Lacht hij nou naar de camera? Mm. Nou ja, mediatraining. Die van oma vind ik ook mooi. Nee. Normaal. Nee. Lief, wat ben je aan het doen? Ben je je kamer aan het opruimen of zo? Nou ja, we zijn de serre aan het opruimen. Hij kent deze misschien niet, maar dit is ook een Autobot. Oh, wat lief, man. Dan moet je op drukken en dan gaan ze vanzelf en dan gaan die klepjes voor vanzelf. Te gek, man. Mama, kijk. Ja? Hier heb ik een getransformeerd. Okay. Ik heb boosters en niet boosters. Oké. Okay. Dit is een ding van de motor. Goed verkeerd. Mama, dit is de motor. Die zwaaien naar de kamer. Dit zijn de motors. Die binnenin zitten. Dit zijn... Alle mensen kijken naar hem. Wat is er, Lea? Wat is er? Ik ging huilen. Wat heeft er al mee? Yes! Het is zaterdagochtend. Wij zitten lekker in de auto. Met z'n allen bezakt en bepakt. Want we gaan logeren bij Marielle en Rutger en Beverwijk. Kun jij dat ook leren, een kip? Nee. Wat? Ja. Wat kan ik bestellen? Geen idee, schat. Marielle is voor ons een heerlijke lunch aan het toveren. Marielle is vegan. Want jullie zijn allemaal vegan, hè? De kids doen ook mee? De kids doen ook mee. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ga je zeker ook even op haar site kijken. Happymama.nl. Een quinoa salade met pompoen en spinazie. We hebben zoete aardappelpannenkoekjes. Ook iets met spinazie. Dat gaan we even checken of dat lekker is. En een kikkererwtensalade voor in een pita broodje. Thanks. Yeah. Ziet er heerlijk uit. Wat zijn onze papa's sterk? Ja! Onze papa's zijn heel sterk. Ja. Wow! Sterk, hè? Ja, ja. Ja! Ik heb hard. Mijn papa is denk ik het allersterkste. Dat vind ik. Vond je het belangrijkste op de klok? Mm. Je zei, deze benoemde je even, want dat is natuurlijk. Ja, die is. Maar dat is gewoon omdat het in ons leven past voor nu. Maarten en de kids die zijn nog even lekker buiten aan het voetballen volgens mij. Dus ik ga even kijken. Even wat drinken brengen. Hoi schat. Mama tijd. Mama tijd? Papa is zo. Scoren! Ha! Ik ben erin.
Ik wil nu ook een keer op de bank. Goed zo! Goed zo, Lia! Lia, pak de bal! Pak de bal! Pak de bal! Schoppen! Schoppen! Ja! Net op tijd. Ik vind het zo leuk om mensen te triggeren, om na te denken over hun passies, hun talenten, hun dromen. En dat heb ik dus met Marielle hebben we dat vandaag ook gedaan. Dit is het resultaat. En ze straalt helemaal, dus volgens mij vond ze het ook leuk. We zijn weer thuis. Oh nee, we zijn niet thuis. We zijn bij opa en oma. Een schaap. Een schaap. Goed zo, Lisa. Van wie hebben jullie het gekregen dan? Van oma. Oh, wat lief. Wat zeggen jullie dan? Daar kan je openmaken. Het logeergedeelte zit er weer op, hè? Mama. Mama. Waar gaan we nu naartoe? We gaan eerst even Pasen vieren. Het is bij ons tweede paasdag. We zijn gezellig onderweg naar mijn zusje. Mijn vader en zijn vrouw komen daar ook naartoe. En we gaan gezellig Pasen vieren. Heeft die klauwen? Ja, een beetje. Dat doet niet pijn. Die heeft ekkelen. Popcorn. Doet hij springen? Ja. Ik ben anders. Ik ben anders. Ik ben een lange nek. Klaar. Ja, we zijn gelijk. Ja, doe maar. Ja? Steek het terras aan zo. Dan kan je dit nog misschien dik leggen met houten planken. En dan hier, aangevuld met pflanzen. Ja? Aber schöne Pflanzen, ja? Die auch ein bisschen so. Die 100.000 Euro kosten. Nee. Das ist ein Baum, der hat auch ein bisschen offen Water. Das ist auch ein bisschen auf eine natürliche Manier. So, snap je? Ja. Auf eine natürliche Manier. Ein bisschen Schaden kreiert. Jongens? Ja? Jongens? Ja? Er is iets gebeurd. De paashaas heb ik gezien. Ja. Oh. Heb je hem buiten niet zien weglopen? Waar was hij? De paashaas was beneden geweest. En hij heeft iets verstopt. Wat heeft hij verstopt? Chocolade. Wat heeft hij verstopt? Chocolade. Oh. Dat is wel weg. Ja. Wow. Dat was weer gezellig, hè, bij Bianca? Ja, mama. Oh, Rosanne. En wat zijn we nu aan het doen? Kunnen jullie dat erachter zien? Daar? Papa gaat de caravan halen. Althans, dat doen we samen. Maar papa die gaat hem nu aanhangen. Want volgend weekend gaan wij met de caravan logeren bij onze schoonzus Maaike in Driebrugge. Nou jongens, voor deze shotjes ben ik even gerend, hè? Dus neem dat ook even mee in gedachten. Nee, dat moet je dus niet doen. Ik heb zoveel meer. Hi
hij is weer thuis. En nu gaan we nog even lekker Pasen vieren bij opa en oma Jan. En ik denk dat er ook nog wat mensen naartoe komen. Oh, kak. Ik ben nu al aan het recorden. Ja. Dit is de vlog van Harm in Middelveld. En ik ga jullie nu meenemen op een hele lange vlog. Kom maar mee. Hoi Lea. Gaan we eitjes zoeken? Kom maar mee. Is leuk. Kom maar mee. Kom. Ik heb nog één ei verstopt, die denk ik nooit gaat vinden. Waar? Ik zie wat. Oh. Schoppen. Komt geen beweging in. Ja, daar komt ie. Dit was de weekendvlog. Super leuk dat jullie hebben gekeken. En graag tot de volgende keer. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. En subscribe. En die meldingen, die moeten aanstaan. Tot de volgende keer.